staan hier bij Nico Copriva, de man van kerstvers wereldkampioen Kathleen Smet en doet nu zelf ook mee met de promotriathlon. Nico, wat verwacht je ervan vandaag? Ho, 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 afzien denk ik, afzien. Ik vrees een beetje om mijzelf pijn te moeten doen. Daar zie ik een beetje tegenop, maar waarschijnlijk als het startschot gaat, dan ben ik niet meer te houden. Hoop ik toch. En ik hoop dat ik vooral dus die 500 meter zwemmen doorkom, in Krouw. Ja. En wat denk je, welke plaats ga je halen vandaag? Geen idee. Ik zal heel tevreden zijn als ik ergens in de middenmoot terechtkom. De wedstrijd is samen met de trio's, dus we zullen wel zien. We zullen wel zien. Liefst niet laatst. En veel kunnen oefenen nog? Ik heb tijdens de grote vakantie, ik sta dus in het onderwijs, heb ik dus vanaf begin juli eigenlijk regelmatig meegetraind met Kathleen. In tegenstelling tot andere jaren ben ik nu ook dus met het zwemmen begonnen in juli. Dus ik hoop dat ik daar wat progressie in heb gemaakt. En voor de rest zal het wel lukken. Het is vooral dat zwemmen goed doorkomen en dan zien wat dat de wind doet tijdens het fietsen. Oké, veel succes. Ja mannen, jullie hebben ook meegedaan met het finisher event, nu de promotriathlon. Dan gaan jullie de inspanningen moeten bekopen. Waarschijnlijk wel. Ja. Maar ja, we zullen zien. Hè. Ja. Zwemmen zal wel moeilijker worden. Maar... En bij jou? Ja, alles is langer. Hè. Dus ja, het zal wel moeilijker gaan. Hè. En veel getraind hierop? Ja, een beetje. Hè. Af en toe. En rond welke plaats verwacht je zo wat te eindigen? Bij de laatste 10. Dag meneer, u doet mee aan de promotriathlon vandaag. Wat verwacht u ervan? Zo, top 3 hoop ik, maar het zal waarschijnlijk top 100 zijn. Heeft u veel getraind? Ja, regelmatig toch gaan trainen. Nu wel even de laatste weken, maar ervoor even stilgelegen, maar het zal wel moeten lukken. Het is de eerste keer wel, maar ja. Welk parcours moeten jullie vandaag afleggen? Ik doe dus mee met de promo, alleen. Dus we beginnen hier met 500 meter zwemmen, daarna 20 kilometer fietsen en nog 5 kilometer lopen. En dat gaat lukken? Dat is te hopen. Oké, bedankt.
deze 319 die uit het water komt, dan 305.
toe komen hangen. Is een beetje meegevallen? Dat is heel plezant. We doen elk jaar mee met een ploeg van de brandweer. En zoals ieder jaar eindigen we in de top 5. Dus het is heel goed geweest dit jaar. Wel wat minder weer dan andere jaren, maar al bij al toch heel goed in de stad.
U bent wel een goede loper, heb ik gehoord. U oefent veel? Ik train regelmatig. Ik ben nu met mijn huis bezig. Nu is het iets minder dit jaar. Maar we proberen ieder jaar toch ons best te doen. Meer kunnen we niet doen. Het is enkel voor plezier. En tevreden over de prestatie van de ploeg vandaag? Heel tevreden. De zwemmer heeft zijn best gedaan. De fietser. We zijn allemaal tot het uiterste gegaan. We waren vijfde dit jaar. Dat is heel goed. Nico Kopriva, een eerste reactie na de wedstrijd. Moe! Aha. Nu weet ik hoe moeilijk dat is voor een wielrenner om direct na de aankomst commentaar te geven. Aha. Ben je een beetje tevreden over de wedstrijd? Ja, toch wel. Allee. Je kan zelf het tempo opleggen hè, dat je wilt afmalen. Dus af en toe als het dan iets te hard gaat, wat tempo terugnemen. En dan op het einde toch nog een sprintje eruit persen. Dus, och ja, ik ben wel tevreden. Ik ben wel benieuwd naar mijn tijden. Gisteren in Frankrijk en nu vandaag hier nog. Zit er rondcrossen? Ja, dat is als je een topsportster volgt hè, op de voet. Dus inderdaad, gisteren van een 8 om 1 uur aangekomen. Wel nog goed kunnen slapen. En van ja, ik ben heel blij dat ik het heb meegedaan. Dag meneer, je hebt de trail al meegedaan, nu nog eens de promo. Nu ben je al moe zeker. Dan krijg je een stikpot. Ik gans leeg. Hoe kom je erbij om twee keer te doen vandaag? Ja, omdat die trio's hun loper was gekwetst en ze hadden me gevraagd. Ik zeg ja, beter deelnemen als niet deelnemen, dan zouden die andere twee teleurgesteld zijn. Hè. Dus ik zeg, ik zal meelopen. Ja. Het was niet meer zo goed, maar ja. En tevreden over uw triathlon vandaag? Als ik het nachtleven erbij tel, mag ik tevreden zijn, ja. Ik ben een keer geworden, rap denk ik. Amai, schandalig. Dat is één motivé.